Als je daar net aangekomen bent, waar grijp je het eerst naar? Mevrouw. Hoe is het nu? Ja, goed. Over een paar uurtjes te starten. Het is nu 9 uur en om 1 uur moeten we vertrekken. Over een uurtje worden we zo'n beetje de haven uitgesleept en dan gaan we. En je bent al opgetuigd? Ja, je moet helemaal race klaar liggen. Ik moet nog wel mijn racebroek aantrekken natuurlijk, anders valt er niks te racen. Maar we varen via de route is iets verlegd in verband met een mogelijke storm. Maar ja, dat was gisteren 20-30% dat die storm ging komen en nu blijkt dat die helemaal niet gaat komen. Maar goed, we varen in ieder geval om via de Kaapverdische eilanden. Dat is een stukje van 800-900 mijl. En daar... Een beetje extra dus? Ja, nou, uiteindelijk is het maar 200 mijl extra hemelsbreed. Dus dat valt wel mee. Dus. Okay. Pff, wat is 200 mijl? Wat ga jij het meest missen als jij straks op die boot zit, denk je? Nou, ja, wat ik meest... Dat moet je me bij de finish vragen. Maar kijk, het is gewoon heerlijk om zonder telefoon, internet, gedoe op je bootje te zitten. Wat het meest vreemde is van zo'n lange rit, is dat je hebt natuurlijk geweldige rakken. En je hoeft dus eigenlijk niet te denken, nooit te denken, ik moet straks weer terug. Dus ik moet weer omdraaien. Je blijft gewoon vol gas doorgassen. Ja, totdat je een andere rak moet varen. Dan ga ik het je anders vragen. Wat ga je het eerst willen hebben als je daar net aangekomen bent? Waar grijp je het eerst naar? Mevrouw. Waar grijp je het eerst naar? Ja, bed, toilet, normaal eten. Normaal eten, want die zakjes met gedroogd voedsel, dat komt echt je strot uit op een gegeven moment. En rust en niet het gewiebel. Hè? Als ik daar op de kade stap, dan er zal de hele grond voor mijn beleving bewegen. Maar daar moet je ook even weer aan wennen. En ben je ook met thuisfront bezig als je zo aan het varen bent? Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk ook momenten dat je eventjes niks te doen hebt. Dan gaan van dat soort dingen, van alles nog wat spookt er door je hoofd. Maar goed, dan komt er weer een winddraaientje of gebeurt er wat anders en je bent het weer vergeten. Maar je bent er wel mee bezig, ja, uiteraard. Wie zou het liefst aan boord willen hebben erbij? Het liefst aan boord willen hebben erbij? Nou ja, met Alice is het natuurlijk reuze gezellig. Een beetje onrustig. Maar ja, het is en blijft een solo race, hè? Het is en blijft een solo race. Toch het fijnste? Ja, kijk, op zo'n klein bootje als dit, met z'n tweeën, daar word je een beetje kriebelig van. Kijk, als je een vakantietje doet en iedere dag van de boot af kan en kan voetballen op de kant, dan is het prima. Maar twee, drie weken op zo'n klein bootje op de oceaan, nou, ik weet niet of dat nou echt zo lekker is. Nou ja, die storm is weg, lijkt het. Is er nog iets waar jij je enigszins zorgen over maakt? Of dat je het gevoel hebt van, oeps... We varen vlak langs de Marokkaanse kust en hoe dichter hoe beter wordt gezegd. Maar goed, daar zijn ook weer heel erg veel vissers met visnetten. En de vissers schijnen af en toe ietsjes overdreven geïnteresseerd te zijn in schepen. Het zijn geen piraten of zo, maar ik bedoel, ze komen wel heel erg dichtbij. Wat kan er dan gebeuren, bedoel je? Ja... Geen idee, maar je wordt misschien even uit je ritme gehaald. En je weet niet of je een visnet invaart. Ook bij de finish bij Martinique hebben we een lijst gekregen met GPS-punten waar visnetten liggen. Dat is een lijst met 300 GPS-punten en dat was misschien maar de helft. Ja, als je daar aankomt varen s'nachts en je vaart toch per ongeluk zo'n visnetje in, ja, dan heb je toch even een probleem. Maar voor de rest, nee. Er worden geen stormen verwacht. Het is allemaal maximaal 20, 25 knopen. Misschien een uitschietertje af en toe. Nee, dus ik heb er zin in. Ik kijk echt nergens tegen op. Nee. Wordt knallen. Gewoon knallen. Gewoon gas geven. Aan die schoot trekken. Zin in? Heel erg.